Zijn hals is flink aan uitgerekt en Putur zijn oor tegen de grond hield om te luisteren, bleek het dat de prinses helemaal aan het andere eind van het koninkrijk zat en huilde. De prins werd toen erg verdrietig, want hij dacht, ach, dat lukt me nooit om de prinses in een kwartier hierheen te halen. Maar hij had niet op Sprinkhuid gerekend. Die zette de prins vlug op zijn rug. Papier, nam onder zijn hier. Ene arm kogelhoop papier, en kogelhoop. Hier. En onder zijn vooruit, ik vind het zo lekker, jongens. Vooruit nou. Zo hard papier, dat Putur hem na die tellen al niet meer zien kon. Papier hier. Ik hoopte dat Roodkapje niet zou merken als ze binnenkwam. Dan kon hij haar ook plotseling overvallen en opeten. Kijk maar eens naar binnen, door de ramen. Daar ligt de boze wolf in grootmoeders bed. En kijk eens hoe hij likkebaart in de hoop dat Roodkapje zo dadelijk binnen zal komen. Jullie weten allemaal hoe het sprookje verder gaat. Roodkapje en grootmoeder zijn gelukkig door de jager gered. En ze leefden nog lang en gelukkig. Dansen ze nog steeds. Ze treedt.
Jaren later vond Rapunzel hem en haar vreugdetranen raakten zijn ogen, waardoor de prins weer kon zien. En ze leefden nog lang en gelukkig. Thank you.
knabbel, knabbel, kneusje. Wie knabbelt aan mijn neusje? En toen Mina afscheid nam, kreeg ze in plaats van goud pek over zich heen gegoten. Pikzwart kwam ze terug op aarde. Niemand herkende haar meer. En de haan kraaide: kikkeriki, kikkeriki, de zwarte Mina is weer hier. Knubbeltje uit de zak. De knuppel ranselde er maar net zo lang totdat hij de wonderezel en het tovertafeltje had teruggegeven. Daarna was er een groot feest en ze leefden nog lang en gelukkig. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is nu de mooiste in het hele land? O, koningin, heel mooi bent u. Maar prinses Sneeuwwitje is duizendmaal mooi. Het meldje toe. Mijn tijd is nu gekomen.
Heel lang geleden woonden hier op een prachtig kasteel 6 koningszonen. Ze waren zo ijdel dat ze aan de machtige tovenaar een klok besteld hadden met 6 ridders te paard, zodat iedereen die de klok zag aan hen zou denken. Thank you.
oudejaarsavond. IJzige wind. Een eenzaam klein meisje. Een verlaten kind. Wij hebben elkaar nog nooit ontmoet, geloof ik. Zoveel ijdelheid was echt ongehoord. Ze bedachten daarom een list en verschenen bij het paleis aan de poort. Ze knielden voor de keizer, kusten zijn voeten en maakten hem wijs. Wij zijn keizerlijke kleermakers en reizen van paleis naar paleis. Speciaal voor u weven wij een gewaad, zo kleurrijk en zo speciaal. Een stof onzichtbaar voor de dommen. Is dat niet fenomenaal? De keizer beval hen die stof te weven, verwerkbaar tot nieuwe kledij. Als naaiatelier werd het theehuis gewezen, met muntgoud betaald werden zij. De kleermakers gingen aan het werk. Dit was niet zomaar iets. Ze knipten, weefden en naaiden het allermooiste. Niets. De minister werd blind. Hij zag de kleermakers druk knippen, weven en vouwen. Maar hun handen waren leeg. Moest hij zichzelf nu als dom beschouwen? De minister, hevig geschrokken, bedacht daarom snel een tactiek. Sprinkelde het hele groetje over zich heen. Maar het parfum werkte wel. Helaas was Wolf de eerste die het rook. Hij liep naar Heks en bedolf haar onder de complimentjes dat ze mooi was en lief. Dan moet Wolf stapel verliefd zijn geweest. Ze wilde Wolf zijn complimentjes niet. Ze wilde Klein Duimpje. Dat doet me denken aan die dag dat draak... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal. Voor we verder gaan, vertel eerst eens, hoe heet jij? Wat zeg je? Ik verstond je niet zo goed. Er zit vast een oorworm in mijn oor. Kwam er een aap
enkele geluid uit de kunstvogel die daarna zweeg. De keizer was ontroostbaar. Hij werd ziek van verdriet.